We hebben ongeveer 220 trekkers verzameld en andere voertuigen. En we zijn iets aan het uitbeelden voor Bevrijdingsdag. Op een veld van 170 bij 170 meter komt er 75 jaar vrijheid te staan. En daaronder komt de fakkel, de brandende fakkel van Bevrijdingsdag. Er hebben zich 205 aangemeld. Maar ik kreeg al berichten door dat de buurman komt toch ook mee. Dus ik ga ervan uit dat er een 240 komen. Momenteel zijn er ongeveer 200. Dus er komt nog wat bijna. Hoe moeilijk was het om zo'n aantal te mobiliseren? Ja, wel lastig. Want je zit natuurlijk wel, nu wordt het land wordt bewerkt, er wordt veel ingekuild. Iedereen heeft natuurlijk een bedrijf, dus dieren moeten worden verzorgd. En je zit wel op een tijdstip dat dus de koeien gemolken worden. En dat is, ja, dat was wel even lastig. Maar uiteindelijk, kijk om je heen, het staat er. En samen kunnen we toch wel even een mooi beeld weergeven voor dat we nog steeds in vrijheid leven. Ook al is het dan beperkte vrijheid. En voor aan de weg, als het goed is, staat er verboden toegang. En hou 1,5 meter afstand. We hebben ook meerdere malen opgeroepen in de appgroepen. Want hou daar rekening mee. Als je samen loopt, loop dan alleen met je directe familieleden samen. Dat soort dingen. Ja. Nou ja, 75 jaar vrijheid is wel wat, hè. Het is niet zomaar iets. Het is natuurlijk voorouders en grootouders die het mee hebben gemaakt. Die hebben natuurlijk verschrikkingen gezien toen de tijd. En nou ja, dat is best wel wat dat je daar nou al 75 jaar van mag genieten. Van hetgeen wat hun voor hebben gestreden. En dat mag best wel getoond worden. En aangezien je nou in de crisis zit, dat er heel veel evenementen, of eigenlijk alle evenementen zijn afgelast, kunnen we dit toch wel mooi neerzetten. En als dit naar buiten kan worden gebracht, dan denk ik dat wel iets moois is. Mijn taak en functie is om, wat hier gebeurt is natuurlijk niet toegestaan in het kader van de noodverordening corona. Maar goed, dat is duidelijk. En dat is ook de reden waarom ik hier ben, om te zien wat er zoal gebeurt en noem maar op. Je merkt gewoon dat van tevoren is kennelijk gecommuniceerd dat ze niet met meer dan 2 personen in één trekker aan mogen komen rijden. En ik heb persoonlijk geconstateerd dat de boeren zich daar keurig aan gehouden hebben. Samen scholen op het terrein, zeg maar, dat is niet toegestaan. En je merkt wel dat mensen in een kring staan waarbij daadwerkelijk die afstand ruim gehanteerd wordt. Persoonlijk voel ik me hier veiliger dan dat ik in de rij sta bij een Zweeds knutselparadijs, om het zo maar te noemen, om meubels te kopen. We wisten natuurlijk dat er wat ging gebeuren, alleen de locatie die was bij ons onbekend. Dat is ook de reden waarom ik hier momenteel alleen sta. Afgelopen maanden hebben we natuurlijk vaker met de boeren opgetrokken. En de informatie die wij gekregen hebben is dat deze actie totaal niet politiek gevoelig is. Maar dat het echt een ludieke actie is om uit te dragen richting de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft is het net zo'n actie wat de politie, brandweer ook georganiseerd heeft voor het verplegend personeel in de ziekenhuizen in Nederland. Wat hier gebeurt is absoluut dus niet toegestaan. Er gaat ook overleg plaatsvinden met de grondeigenaar, met het Openbaar Ministerie, met het Openbaar Bestuur. En dan zien we wel wat daar uitkomt. Maar om hier tegen op te treden, dat heeft denk ik geen enkel zin. Want dat zou betekenen dat we hier iedereen weg moeten sturen. Dan is natuurlijk nog maar de vraag of het daadwerkelijk ook gebeurt. Ja, en om voor deze ludieke actie een openbare orde probleem te creëren is denk ik zo in de kool ook niet waard. Deze groep, ze weten allemaal wat de regels van het spel zijn. En op het moment dat er daadwerkelijk overtredingen geconstateerd worden, ja, dan wordt er gewaarschuwd. En dat heb ik dan ook gedaan hier op het trein. En je merkt gewoon dat na een waarschuwing iedereen zijn verantwoordelijkheid wel pakt en neemt. En dan toch netjes naar zijn of haar tractor gaat.